Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, bovenparate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ik ben hier vandaag op de christelijke VMBO-school De Schans in Sleewijk. En we gaan een spelletje spelen. Showtime! Kom maar mee! Dit is jullie vak, jongens. Schrijf maar lekker aan, je mag het hele vak vullen. We hebben hier natuurlijk de... A! Ja! En de A, die is voor jou, Michiel. Zeker, schrijf vast. Ja, en rood is nog niet eens klaar. Maar 2B mag al komen. Ja, kom erbij, jongens. Ja, dit is jullie vak. Kom lekker staan. Renske, voor jou de B van? 2B. Zo simpel is het, mensen. Ja, en de C is van Kasper. Kom erbij, kom erbij. Kasper, jij dacht, mijn klas trekt blauw aan. Ja, ik kom lekker matchen met in paars. Ja. Paars. Het ligt nog in de was, sorry. Klas C. Top. En jongens, ik hoorde iemand een halve dep maken. Wie was dat? Yes! Yes! Ben jij de depkoning van Sleeuwijk? Ja hoor. 1, 2, 3. Dat komt helemaal nergens op. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Ja, maar deze quiz gaat wel ergens over. Dit is namelijk... Vraag 1. Welke media worden het minst gebruikt door jongeren? Is dat antwoord A, gedrukte media, dus krantjes, tijdschriften, rommelblaadjes? Of is dat antwoord B, de televisie? Hallo? Of denk je nee, antwoord C, de radio, de tijd... Gaat nu in! Het minst, hè? Dat is belangrijk. Welke wordt nou het minst gebruikt door jongeren? Kijk nou eens even hier. Jeetje, dit is... Stop en blijf staan waar je staat. Ik zie hier niemand van het rode team staan. Waarom sta jij bij antwoord C de radio? Omdat ik dacht dat ze meer op radio muziek luisteren, maar niet echt naar het nieuws bijvoorbeeld. Nou, dat is op zich wel slim. Luister jij radio? Alleen muziek. Ja, chill. Ja. Deze hele grote groep dacht allemaal gedrukte media. Renske, iedereen verliet jou. Maar het goede antwoord moest zijn... Antwoord A! Yes! Spijt me. Door naar de volgende. Ja jongens, hoewel jullie soms echt bewust zoeken naar een afleiding... kan het ook soms voorkomen dat je je echt moet concentreren... en dat je naar manieren gaat zoeken om niet afgeleid te worden. De vraag is, wat is de meest toegepaste strategie als het gaat om niet afgeleid worden tijdens het maken van je huiswerk? Is dat antwoord A, gewoon je telefoon op stil zetten? Dat is eigenlijk heel simpel, hè? Of denk je nee, antwoord B, ik zet een koptelefoon op of ik doe mijn oortjes in, want dan heb ik een lekker muziekje in mijn oren en dan word ik niet afgeleid. Of denk je antwoord C, zep, ik zet even de televisie uit. De tijd gaat nu in! Oké, deze klas blijft allemaal staan. Er gaat toch nog een hele groep daar naartoe. En er gaat één rode. Oké, stop. Dan ben ik wel even benieuwd. Waarom bleef jij staan? Ik weet het eigenlijk niet. Het is meer een gokje eigenlijk. Ja, Kasper. Er staat helemaal niemand helemaal in je vak. Niemand, nee, niemand, niemand dacht, kijken. Ik zet gewoon even rustig die televisie uit en dan is het oké. Okay. Ja, je zet hem gewoon uit. Oh ja, maar die kinderen kijken niet zoveel tv meer, denk ik. Zo maar het goede zijn. Antwoord moest zijn antwoord C. Oh. Jullie zijn allemaal af. Ja, nee, of nee, 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 blijf staan, blijf staan, blijf staan. Dan hebben we dus nog één vraag die echt gaat uitmaken welke klas doorgaat naar de volgende ronde. Vraag 3. Welke Nederlander heeft er op dit moment de meeste volgers op Instagram? Antwoord A, Martin Garrix, de DJ. Antwoord B, Afrojack. Of denk je antwoord C, Robin van Persie? De tijd gaat
In! Oké. Okay. En nu gebeurt er iets. Heel dat vak A gaat zich verspreiden. Iedereen gaat naar een andere groep. Nu wordt het echt interessant. Stop! Blijf staan waar je staat. Kijk. Heel groep A is opeens verspreid. Ja, jullie dachten allemaal Robin van Persie. Ja. Nou, als je goed hebt opgelet, is het al eerder een keer een vraag geweest. Ja, die hebben we gezien. En die heb je gezien. Maar op Twitter heeft Robin van Persie de meeste volgers. Maar hoe zit dat dan bij Instagram? Het goede antwoord en ook het beslissende antwoord. En dan wordt gelijk duidelijk welke groep doorgaat naar ronde 2 van de Media Battle. Moet zijn Martin Garrix antwoord A. Yeah! En het rode team gaat door. Ja! Michiel. Ja, pak hem eens. Jawel. Ja. Bij A. Ja. Heel wat social media hypes hebben we te danken aan Instagram. Zo had je natuurlijk de duckface, die later werd opgevolgd door de fishgape. En natuurlijk die meiden die graag hele mooie volle lippen wilden, net zoals Kylie Jenner. En dan deden ze iets met een glas en vacuümzuigen. En dan ging dat vooral ook heel erg mis. Ik zou zeggen, probeer dat gewoon niet. Een van mijn favorieten was wel de hotdog legs. Eten doet het sowieso heel goed op Instagram. Prachtige cappuccino art. Avocado's waren niet aan te slepen. En ik dacht, ik ga dat ook proberen. Dus ik heb vanochtend mijn havermout helemaal gepimpt. En die ga ik dan nu op Instagram zetten. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Nou jongens, jullie weten het. Eigenlijk is het heel simpel. Ik ga ook helemaal geen vraag stellen. Check Insta maar even. Ja zeg. Nee. Kijk, en er vertrekken al een hele groep. Oké, we moeten die kant op. Rennen. We rennen door de school heen. Normaal mag dit natuurlijk nooit. Dan wordt de conciërge helemaal lijp. En Adrie, de directeur, die denkt voerleerlingen. Maar vandaag is het even anders. Want meester Luc is er bij de Media Battle. En de vraag is, hoeveel internetgebruikers zijn er wereldwijd in 2016? Ze duiken ook weer achter de computers. Als je het hebt, post het eronder. Hey, jij mag posten, weet je. Houdoe. 2,5 miljard. Heb je al gepost? Ja. Jullie hebben ook al gepost? Ja. Nou, ik ga gelijk eventjes kijken. Oké, stop. De tijd. Wie is Bruna Badani? Hey! Hey Bruna! Ja, hoe heb je dat nou gevonden? Een wilde gok. Oh, een wilde gok. Een wilde gok. Hoeveel internetgebruikers wereldwijd nu? 3 miljard. 3 miljard mensen gewoon op hun telefoon, op internet? Ja. Dat is best wel veel, hè? Maar het antwoord is al goed. Nou, deze selfie stick voor jou, alsjeblieft. Hey Brit, we gaan de selfie maken. Brit, hij wacht op je. Met alleen maar googelen kom je er gewoon niet altijd uit. Twee tips die je misschien op weg kunnen helpen. Gebruik eens de aanhalingstekens. Zo zoekt Google precies naar de woordcombinatie die je intypt. Of maak gebruik van het kringeltje. Zet je die voor je zoekwoord, dan krijg je ook synoniemen. Zoek je bijvoorbeeld op kringeltje computer, dan krijg je ook resultaten van software, hardware of laptops. Handig! Succes! We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Hey babe. Ja, en we zijn aangekomen bij de derde ronde hier in de Schans in Sleewijk. En dit is de allereerste vraag. Daar gaan we. Ja jongens, computers worden tegenwoordig steeds slimmer, hè? Normaal gesproken dan moet je als mens een computer dingen leren. Maar nu tegenwoordig leren computers zichzelf. En dat heet kunstmatige intelligentie. En zo is er een team van Google Magenta. En die hebben een computer 4 noten gegeven, hè, van muziek. En die computer heeft zelf gewoon een melodie gemaakt. En die klinkt ongeveer zo. Wacht even. Je moet natuurlijk even opzoeken hoe die melodie klinkt. Het is een pianostuk gemaakt door een computer. En de tijd gaat nu in. En je mag elkaar helpen, hè? Kom op. Fluister bij elkaar in het oor, help elkaar. Dames, je mag overleggen. Hier ook, jullie mogen ook overleggen. Hè? Hoewel zij wel redelijk snel kan typen, moet ik zeggen. Maar kan die ook doen hier? En als je denkt dat je het hebt, dan wil ik het graag horen. Jullie hebben het, denk je. Oké, stop.
Jij hebt het. Dani, laat eens even horen. Waar moet dan? Jij hebt het filmpje gevonden. Take a listen to a sample of the first song created in part by Google's Project Magenta. Ja, dat is een Project Magenta komt van de Google Brain Team. Het is een goede antwoord, fan voor jullie! Ja! Op naar vraag 2. Dames, even een vraagje tussendoor. Hebben jullie dat wel eens dat je dan op internet aan het shoppen bent naar kleren? Of je hebt nieuwe schoenen gekocht bijvoorbeeld online? En dan ga je vervolgens naar Facebook en dan zie je tussen de advertenties opeens die schoenen of dat merk wat je net hebt gekocht. Ja. Yeah. Heb je dat wel eens gehad? Ja. Yeah. Dat is eigenlijk vreemd, toch? Ja. Yeah. Hoe zou dat werken? Geen idee. Geen idee. Nee, ik ben erachter gekomen. Die bedrijven, die zoekmachines, die websites, die weten wat jij intypt op internet. En daar stemmen ze dan de resultaten op af van wat jij in je tijdlijn krijgt te zien. Dus eigenlijk passen ze gewoon die reclame aan, zodat die voor jou bestemd is. En daar gaat de volgende vraag ook over. Want hoe heet dat nou als zo'n zoekmachine of zo'n website afstemt op wat jij wil zien aan reclame op je tijdlijn? De tijd gaat nu in. Ik snap hier echt niks van. Misschien moet je erbij zetten term. Term, online zoekgedrag. Ah, hier volgen ze gelijk al, heel goed. Nee. Ja, en dat zijn dus geen cookies, hè? Want misschien denk je dat, maar dat is het dus niet. Dat is fout, dat is fout. Het heeft iets met je online gedrag te maken. Hè? Wat vul je nou eigenlijk in als je op zo'n website zit? En wat koop je nou eigenlijk? Nou, daar houden ze rekening mee. Ik weet het niet. Ja, denk ik. Ja, jullie hebben iets, denk je? Je moet je hand opsteken. Ik hoor niks. Ja. Oké, stop. Stop met typen. Oké. Hoe noem je dat nou? Een filterbubbelen. Een filterbubbelen? Oftewel een filterbubbel? Ja. Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij. Hey, kijk. Ja, zo zie je, hè? Als je eventjes goed zoekt, dan vind je het vanzelf. Een filterbubbel is dus eigenlijk gewoon dat de zoekmachine jouw resultaten laat zien, gebaseerd op jouw eerdere zoekopdrachten. Aan de ene kant superhandig, want de kans is groot dat je snel je informatie vindt die je zoekt. Aan de andere kant is het natuurlijk een inbreuk op je privacy. Want de informatie die je krijgt is eigenlijk wel heel erg gekleurd. Zeg je nou, ik zit helemaal niet te wachten op die filterbubbel, zet dan gewoon je cookies uit. Of gebruik een anonieme zoekmachine. DuckDuckGo of XQuick. Succes! De volgende vraag, die gaat over iets anders. Want op internet zijn er natuurlijk een heleboel hypes. Een heleboel viral video's, een heleboel dingen die door iedereen worden bekeken. En zo ook de Condom Challenge. Wie kent die? Ja. Ken jij dat? Ja, toch die condoom over je hoofd heen. Die condoom over je hoofd heen, zeg je? Ja, toch met de water erin. En als het goed gaat, wat gebeurt er dan? Dan heb je een condoom om je hoofd. Dan heb je een condoom om je hoofd. Nou, jij liever dan ik. Maar inderdaad, dat is de Condom Challenge. En zelfs Giel Beelen heeft hem op de radio live gedaan. Vrij, ben je klaar om het veilig te doen? Ja. Oké, daar gaan we. Ik geef het dan. Wow, baby. De vraag is echter, het is zo populair, in welk land is die Condom Challenge nou eigenlijk ontstaan? Helemaal geconcentreerd hier. Kom op, help elkaar. Je mag ook overleggen hier, hè? Jullie zijn allemaal helemaal muisstil. Braaf zit te zoeken. Dan mag je ook. Ja, oké. Australië. Australië, zeg jij. Niet goed antwoord. Nee, je moet nog even door. Ga nog even door. Ja. China. China? Oeh, nee, dat is niet het goede antwoord. Ja. Oké, stop. Stop. Ik hoor hier een stem vol zelfvertrouwen. Jij denkt? Chili. Ja, moet je toch nog iets beter zoeken, man. Er wordt hier achteraf al overlegd en zo van, weet jij het? Nee, ik weet het niet meer. Het is België? Nee, het is geen België. Ja. Canada. Canada? Niet goed. Jullie? Ja, jij weet het. Japan. Okay. Jij zegt Japan. Ja. Daar is de Condom Challenge begonnen. Ja. Is hij daar ontstaan? Ja, dat is het goede antwoord. En jullie winnen deze aflevering van de Media Battle. En het zijn echte geluksvogels, want ze krijgen deze mooie box mee naar huis, alsjeblieft. En de box voor jou, alsjeblieft. En de box voor jou. Voordat de Media Battle eindigt in Sleewijk, nog even de Condom Challenge. Oké, meiden, gooi hem vol. Flink vullen. Is dit hem? Ja, bijna. Nou. Nou, gewoon ons uit.
Nou, lieve kijkers. Een uiterst succesvolle challenge. Ik zeg, houdoe. Houdoe. En tot de volgende.